What the fuck doe je? Kut. Nee! Oh mijn god! Waarom doe je dat? Oh mijn god! Hey kijkers, mijn kanaal is Terms. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een splik-splinter nieuwe TNT Survival Surfer. Ik ben hier natuurlijk samen met Giel. En Giel, we moesten naar boven, hoorde ik. Dus, ik hoorde net iemand op de deur klappen, dus we gaan even kijken. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Deur kapot. Dan moet je wel heel hard kloppen als je deze deur kapot wil hebben, maar. Ik klop altijd heel hard. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zal zijn? Hey. Kijk eens aan, Marshall Wolves. Wat wilt hij dan? Dat weet ik niet. Hij zei dat hij cadeautje had, dus ik ga even kijken. Oh nice, we moeten hoppers maken, hè? Dank je. Want we moeten hoppers maken. En ja. Simon zei ik, dat ik geef hij alles aan jou, ging kopen. Hier. Ik geef alles aan jou. Oh. Jij bent de opslagman. Geel is de opslagman die alles geef kan. Geef ik hem een duwstok, ja? Ja, geef hem de duwstok. En hij krijgt mijn... hier, deze is ook voor jou. Mijn speciale potion. Oh, en misschien heb ik nog wat. Hier, deze. Die. Wat? Waar gaat dit? Daar. Kom maar. Kijk eens, alsjeblieft. Daar, er ligt iets. Kijk, jongen. Oh. Dank je. Hoe kom ik bij de rails? Heb ik niet swingen. Zou ik wat leuks laten zien? Nee, werkt niet. Ik kan niet vinden wat ik nodig heb. Giel, ga je nou weg? Ja, nee, hij wil wel weten hoe hij bij die rails kwam. Ik weet niet. Maar die rails, die werkt niet echt 100%, hè? Nee, weet ik. Oh, we hebben hier ook nog twee beacons, ja. Twee? Ja, hier. Waarom roze? Okay. Dat is flower power, man. Flower power. Okay, kom maar weer naar boven. Ja, ik moest ook nog naar de troonzaal, hoorde ik. Ja. Naar de troonzaal moest ik. Wie heb je dat gehoord? Ja, weet niet. Ik moest naar de troonzaal. Ik moest naar de troonzaal. Oh ja. Hey. Kijk eens om je heen. Kijk, wie is die mooie jongen daar aan de muur? Die bedoelt die jongen, mooie jongen. Nee, die andere kant natuurlijk. Goed, ja, die ja. Mooi, nee, dit is... ik weet niet van wie... What the fuck doe je? Kut. Nee! Oh mijn god! Waarom doe je dat? Oh mijn god. Tip je aan ermee. Ik vlieg gewoon sneller dan een enderpearl. Oh, shit, sorry. Er is kans zijn dat je shit weg is. Uh-oh. Echt? Ja, want zag je dat er mensen staan? Play the dungeons respawn with their items. Dat is als je OP hebt en ik weet niet wat het is. Er was een perk, zei Matthew. Oh, ik ben alles kwijt. Ah, Vincent is dood. Nee, we moeten even kijken. We hebben er toch een paar diamonds. Dit is niet leuk. Ik ben nu ook mijn paaspakje kwijt. Die super zeldzaam is. Oh, oké, wacht. T-span. Ik heb gelukkig altijd nog een reserve set hier. Oh, wacht. Ik kan gewoon slash kit. Kit TDT, toch? Nee. VIP plus. Weet ik veel. Ja, ik heb hem. Hoppatee. Dus je zet kit. Ja, TDT, ja. Boom. Ik heb ook weer de OP pickaxe natuurlijk. Oh, yeah, baby. Oh, wacht, ik heb nu twee boos. Waarom denk je van, laat maar even een enderpearl tegen Giel's hoofd daar gooien? Wat? Wat bezielt je, jongen? Hop. Oké, ik heb een goede boos. Ik heb ook nog een goede zwaard. Ja. Ik heb ook nog een goede zwaard. Het gaat je vies tegenvallen dat ik nog best wel goede spullen heb. Alleen, ik heb een idee. Ik ben eten nodig alleen. Ja, ik heb al... Heb jij eten? Oh, hier. Nee, nou, maar ik heb al eten gevonden, joh. Oh, nice. Superveel eten. Ik wil met jou afspreken voor de poort. Daar gaan we daten. Daar gaan we voor daten, poort. Wat? Daten. Weet je wel, date. Ik denk al, vind voor ze de poort. Ik kom nu met een enderpearl aan. Oeh, ik val weer bijna dood. Nu ben ik alles kwijt. Alles, ja. Ik weet niet. Normaal had het er nog liggen, maar... Ik ben maar. Hier. Huh? Ik ben hier. Bij de poort van wat? Hier, voor de poort. Hier, voor de poort. Je weet wel, voor de poort, buiten de berg. Oh. Ja, ik denk de ingang van de troon zou, want ik zie daar je was mij dood nu? Gegaan. Oké, heb je enderpearls? Ja. Oké, deze kant uit. Wat is er dan? Die kant uit. Dan gaan we spannend op reis. Wat? Waarom duurt het zo lang? Oh. Die kant uit. Oh. Oh, ik gooi er net overheen. Even kijken hoor, hier stond toch een gebouw? Kim en Vincent, hebben jullie het al gezien in troonzaal? Ja, oh, daar ging alles jij dood. Is weg. Alles is weg. Ja, het was een ruïne, zei ik toch. Oké, nap die kant op, ik zie daar wat. Ah, ik zie ook lava of iets. Oh, een trapje. Wow, hier zijn nog kisten. Ja. Shin. En nether ward. Wacht even hoor. Nee, maar dit is volgens mij nog van de oude touw. Wow, ik zie daar een huis. Oh, wat? Daar. Wat is dat? Ik gooi even aan de pul. Ik ook. Hashtag lui doen. Wat is dat voor een ding?
Boe, boe, boe staat hier. Boe, boe, boe. Ja, ik denk al wat ik weet wat het is. Ja, het is een spankiller. Oh ja, ik zie het. Oké, hak hem maar kapot. Oké. Maar waarom hier? Wat? Geen idee. Ik heb echt geen idee waarom hier. Gewoon weg ermee. Wij doen hier niet aan. Team TDT doet hier niet aan. Oh, kijk, kijk wie het geplaatst heeft. Kijk gewoon wie het geplaatst heeft. Orange Slice, Emil Nicolai Vigoriel en dat was hem. Ken ik niet. En Kilian Mulder. Ja, boeie. Oké, we gaan gewoon weer terug naar de berg, denk ik. Wat is het voor een brug, joh? Weet niet, ik ga nu kijken. Oh, wauw. Gooi ik een enderpearl. Ik kom precies op de plek waar ik sta. Die, motherfucker. Wee. Oh, hier hebben we jumpboots. Wie heeft dit nou weer geplaatst dan? Weet ik niet. Ah, zet ik op zit hier. Dit is gemaakt door Jurgen Wolf. Maar dat is 384 uur. Dus dat is allemaal lang geleden. Ja, maar dit is niet mooi. Waarom gaan mensen hier nou boven op een berg komen om vervolgens dit soort dingen neer te zetten? Ik snap het niet. Maak jij het ook kapot daar? Ja, maar dan kun jij niet meer terug. Dus. Jawel, ik heb toch een enderpearl. Verder kom hij heeft nog wel met stone gewerkt, maar ik heb nog nooit een berg gezien met zo'n ding. Een mooi bruggetje. Pas op dat je niet doodvalt. Hoe? Kut. Vincent. Ja, hoe gaan we er nu opkomen? Enderpearl je erop. Van boven de enderpearl erop gooien. Oké. En nu? Slide die laatste zeg en dan gooi je heel snel een enderpearl hier. Oh, het is gelukt. Dikke pro. Nice, GG. Oké, even kijken. Zijn er nog meer dingen in ons gebied waar we rekening mee moeten houden of voor op moeten passen? Niet echt. Maar weet je wat het is? Dat gebouwtje was weg. Want ik kom dat de town een ruïne was. Maar stel onze town gaat failliet. Dan is alles hier gaat ook gewoon langzaam weg. Wordt gewoon weer een natuurlijke vorm. Echt? Alles wat geclaimd is. Ja. Alles wat door de mens gemaakt is hier in dit gebied. Wat jij geclaimd hebt. Dat wordt dan gewoon. Oh, niks. Gerben is verder gegaan met zijn ding. Ik ga daarheen. Gerben. Oh, is de toren. Ja, ik zit alleen nu in het water. Mop 1. Wat doe je als je jezelf een kleur voelt? Holy friet. Ik weet niet wat hij hier aan het maken is, maar hij is wel... We gaan zien. Ja, hier? Oh, hier. Heel Oh, zie die paarden. Kijk hoe vies voor vader. Paarden. Wauw. Ja, maar dit is toch super vet als dit zo opdeelt straks. Holy friet. Dit ziet er echt super vet uit, hoor, Giel. Hmm. Ik vind het wel heel tof gemaakt van Gerben. Ja. Ook gewoon heel mooi, ook gewoon recht en zo. Alleen we moeten gaan kijken waar we die paden heen gaan leiden. Want deze gaat de berg in. Alleen moeten we kijken hoe die de berg omhoog gaat. En we moeten gaan kijken wie daar met een iets gaat die zitten. Die kan denk ik wel ergens bij de troonzaal heen komen of zo. Precies. Goed. Mooi gemaakt. Heb je misschien Gerben. Food voor mij? Lol, jij staat er tegen mij. Ik heb heel veel food. What the fuck? Kijk, kom eens hier staan. De ingang van die geheime kluizingen lijkt net de achterkant van de koe. Van vier. Weet je niet? Ah ja. Wauw. GG. Ja, dit is ons hele sorteersysteem. Dat is fucking groot. Wat? Waar gaat dit heen? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik heb daar wel een mooi bruggetje gemaakt daar. Als je het blijft volgen, kom je in de berg. Het zit vast. Oh, ja, ze zeggen of je dat je gebied even moet claimen. Oh, dat doe ik zo. Ik wil weten waar dit heen gaat. Ja, dat komt er in ons chest-systeem uit. Dit? Ja. Zegt hij, kijk, zie je dat? Ga naar de kistenkamer. Holy damn, hoeveel hoppers kan je wel niet hebben? Ja, daarom heeft hij dus iron nodig. Frieten. Ah, het is tijdelijk, dus... Holy kanonnen. Het is echt groot, joh. Ik heb het niet eens gezien. Weet je hoeveel geld hier ligt? Allemaal geld van de town. Giel, waarom ga je voor me lopen terwijl ik wil en de pearlen? De pearlen. En de pearlen. Ik weet nog steeds niet wat hier komt. Ik weet nog steeds niet wat het is. Ik heb van de jongens niks te horen gekregen, maar ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Ik wil voor vandaag weer een whitelist vergeven. Ah, voor vandaag of... Ja, voor vandaag. Of een vraag. Ik wil vandaag met een vraag nog een whitelist weggeven. Dus kom maar op met je vraag. Is er een mogelijkheid? Stel, hè, je hebt farmland. Wat heb je? Dat farmland, als je met een land omploegt. Ja. Stel, dat heb je staan. Is er dan een mogelijkheid om met World Edit full-grown wheat neer te zetten? Oftewel, wheat wat helemaal volgroeid is. Dus het antwoord moet zijn ja of nee? Ja, maar je moet wel ook even laten weten hoe dat moet. Oh, ja of nee? En hoe moet het of hoe moet het niet? Dus dit is een lastige vandaag. Dus dit wordt een hele lastige. Als jij hem raadt, krijg je een whitelist op de server. Alleen dan moeten jullie voor mij één ding extra doen. En dat is minimaal meer dan 1000 likes halen op deze video. En als we gewoon elke keer 1000 likes gaan halen, ga ik gewoon vaker af en toe een whitelist weggeven. Nou, ik hoop jou sowieso te zien. Mocht jij het geduld niet hebben voor een whitelist, sowieso gezellig. Kom naar de TDT server. Zitten elke dag. Het is nu avond. Het is 10:30 bijna. Zijn nog gewoon de mensen die online zijn. Als ik 's middags erop kom rond de klok van 3 of 4 uur, zijn er gewoon bijna 100 mensen online. Dat is ongelooflijk veel. Dus hopelijk zie ik jou binnenkort ook op de server. Mensen,
tot de volgende keer bij een nieuwe Surfer Survival met Giel. En laten we meer dan 1000 likes halen elke keer. Mensen, ciao!